Sonics ook hun fokproducten hebben laten zien. Ik weet vanuit de Molosserclub hoe klein we begonnen zijn en hoe blij wat we waren als er al een goed hoofd op zat, als we soms een hond hadden met zeer zware botten. Nu kunnen we constateren dat in de finale van de reuien hier allemaal uitmuntende typen staan met prachtige hoofden, goede substantie, mooie zware botten, goede front, breedte en diepte, goede achterhanden en natuurlijk een goede beweging. We weten allemaal, molossers, ook bordeauxdoggen, moeten we natuurlijk in hun leeftijd beoordelen, omdat, zoals u dat vanochtend gezien heeft, die jonge honden nog zo'n lange weg te gaan hebben, eer ze volwassen hun breedte en hun volwassenheid gekregen hebben. Ik ben ontzettend trots dat we in de finale in deze klasse zulke prachtige vertegenwoordigers hebben. Want kijk eens hier links, de jeugdklasse is zelfs van hoge kwaliteit met betrekking tot hoofd, molosser type, lichtgestrekte bouw, mooie anatomie, goede hoekingen en een goede beweging. Natuurlijk kan er maar één de beste zijn. Ik ben blij dat ik heb in de al die klassen een tophond eruit heb kunnen halen. Een tophond eruit heb kunnen halen met een heel typisch hoofd. Hoog gewelfd voorhoofd, zeer prominent. Goede wenkbrauwbogen en jukbeenbogen. Niet te lange en niet te korte voorsnuit, waardoor de voorsnuiten hun breedte houden. Mooie onderkaken met niet te veel voorbeet, want dat is weer een zwakte in de kaak. Ook niet tanggebit of schaargebitten. Mooie plooiuitdrukkingen, goed neuskindprofiel en allemaal een mooie, zeer typische plooiuitdrukking, wat we zo graag in de bordeauxdoggen willen zien. Ik zou u willen vragen, ik heb mijn standbeeld 15.